Na het beëindigen van je carrière word je eigenlijk wel een beetje voor de leeuw geworpen en is er weinig begeleiding. Professionele begeleiding, volgens mij bestaat het ook niet eens. Van het ene op het andere moment dat je stopt, sta je er gewoon alleen voor. Op het moment dat ik stopte met schaatsen was voor mij eigenlijk wel een verademing. Het nadeel van vrijheid is dat er zoveel mogelijk is. De rest van mijn leven blijf ik altijd wel die schaatser. Zolang je het oude leven niet afsluit, wordt het moeilijker om dat nieuwe leven te beginnen.